gaan naar... Naar waar gaan we? Australië! Already! Dat is wel fijn, want daar ben ik nog nooit geweest. Ik denk dat met dit weer, hè, dat we hier zo'n wel schoon beestjes gaan zien. Is het waar? Ik denk dat wel, ja. Ik heb mijn verrekijker meegebracht. Dat zijn vogelaren. Ja. Mijn broer Hans is dus ondertussen een gekend bioloog. En wij gingen als jonge gastjes onwaarschijnlijk veel de natuur in met ons verrekijkertjes. Vogeltjes determineren. Wij kenden ook alle vogels in het Latijn en zo. Wij spraken niet over de merel, maar over de Turdus merula. De wetenschappelijke Jezus, benaming. Ja, we waren vriend. Hier, ah, een putterje. En we zien de putter. Putter of de distelvink. Mooi. Zeg, klopt dat als zwaluw. Laat ons nu maar op dat we vogels zien. Hè. Met onze hits en met onze verrekijker. Dat is een redelijk onnozel. Zie je dat? Nee, hetzelfde uniform. Dit is niet afgesproken. Nerd. Je zegt een nerd. Maar ja, maar hij ook. Zijn net om. Werkelijk geen één manneke? Ja, zijn jongetjes zijn nog een beetje dons op hun kop. Oftewel is het gewoon een of andere lesbische vereniging. Hè. Komt ook in de natuur voor. Hè. Bij vogels of bij zoogdieren? Bij alle, bij zoogdieren, bij vogels, bij... Ja, olle. Komt allemaal voor, ja. Ik ken er nog nooit van gehoord. Ook beesten hebben hun voorkeur, hebben hun karakter. Maar ik dacht dat het noodzaak was, dat het bij dieren gebeurde. Ja. Als er te weinig wijfjes zijn, dan zo voor affectie naar elkaar gaan. Ja. Bij alle dieren, alle soorten. Dus ook bij de mens. En de mens is ook maar een dier. Hè. Dat is een feit. Dus voilà. Zeg, tof hier, hè. Ja, geweldig. Het is natuurlijk nog niet Australië, hè. Nee, want dan gaan wij, hè, over een paar dagen staan wij zo naar de kangoeroes te loeren. Hè. Dan zeggen wij, oei, allemaal lesbische kangoeroes. Zie, dat is allemaal wijngaard. Oh, we komen in het land van de wijn. Juist. De man schitterende Oostenrijkse wijn. Natuurlijk, de Groene Veltliner. Ja. Dat is van hier, hè, niet? En de Spätburgonder. Misschien kunnen we dat doen. Hè. Ook hierheen gaan. Wijnort. 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 Maar kijk eens hoeveel wijnorten. Het zijn allemaal wijnorten. Het zijn allemaal wijnorten. Jawel, voilà. Zeg, proeven in Duits, wat is dat? Ik kan geen Duits, echt waar. Nee, dat is de brandweer, maar de brandweer gaat wel weten als ze de wijn kan proeven. Hè. Ah ja, ja. Hallo. Wie vindt een klein beetje wijn? Ja, nee, wie vindt een wijn degusteren? Oh, Nee. Fuck over. Fuck over. Ik kan niet meer. Ik kan het niet. Nee. Iets. Het Julio. Nee. Ik ben alleen om stoppen. Ik ben zoek een wijnbouwerij. Ja. Daar we kunnen... Wijnkoffen? Ja. Gerdon? Ja. Ik roep een aan dat ze een killer komen zal. Oké, dankjewel. Wacht, ik ben niet meer toevoegd. Holy shit. Holy. Oh, kijk dat gedaarke, Tom. Of dat ik niet aan de onderkant mee ga. Ik kan niet zien, Wimpy, want ik heb de ramen niet open. Ik denk dat hij zo te horen goed zit. Jesus Christ, vent. Wow. Wow. Ai. Oei. Oh, dat dacht ik dat ging gebeuren. Ai. Oh, we gaan piepen. Ik durf niet gaan kijken. Ja, ik wel. Ik wil gaan kijken. Dat is niet goed. Nee. Die onnozel doen dat ergens. Nee. Is het erg? Nee, het valt mee. Dat is nu stoem. Ik wist het. Ik zei het nog. Op de beton. En de beton open. Oeh, man. Ja. Hey, mijn chance dat we niet gekanteld zijn, man. Ja, want eigenlijk ging hij helemaal zo, hè. Fucking hell, man. Voor het zesde hart lag niet op zijn kant. Oh, Tom, toch. Ik ben heel wakker, hè.
Maar zijn die rustig nu of zijn aan het trillen? Ik moet dat wisten. Ah ja, ja. Ja, dat neem ik aan, ja. Het is toch gek dat je ineens in paniek bent en dat dat op je darmen zou slaan? Hoe komt dat? Ik weet dat niet. Er is een verbinding tussen je darmen en je hersenen. De darmen zijn eigenlijk je tweede brein. En dat staat in verbinding met de nervus vagus. Dat is de zenuw die alle informatie van je darmen naar je hersenen brengt en omgekeerd. Hij had zo'n cafeetjes tegenkomen. Dus drink ik een koffietje en een koffietje. Ah ja, de nervus vagus ruimte nervus, geven. Ja. Ik heb gewoon 10 centimeter aan de weg. Ja, je blijft aandenken. Jongens, dat. Echt waar, ik vind het zo stoem van me. Laat het zijn, Wim, laat het los. Ja, dat is waar, echt gelijk. Het is toch zo? Ja. Dat gebeurt. Ik heb dat dus ook. Hè. Ik kan dat ook moeilijk naast mij neerleggen of zo dingen. Wat jij nu hebt. Hè. Dat kan echt mijn gemoed compleet onderuit halen. Wat... Ik kan, ja, ik kan moeilijk. En in wat uitzicht dat dan? Als u... Chagrijn. Dan word ik echt chagrijnig. Omdat ik me dan stom voel. Omdat ik denk van, dat had ik toch kunnen weten. Omdat het niet gegaan is zoals ik het wou. Wij zijn gecontroleerd. En dat moet zo verlopen. Terwijl we hadden ook allebei kaart kunnen lachen en zeggen, hohoho, wat heb je nou gekanteld, man. En hop, verder zingen. Als jij dat zo gedaan hebt, ja. Had ik zo kwaad geworden. Ja, ja. Ja, voilà, dat ken ik. Ja, dat snap ik. Is dat ook zo? Ja, ja, tuurlijk. Want ik denk, ja. Terwijl eigenlijk is dat wel een makkelijker houding, hè? Want okay, wat is er? Er is niks gebeurd eigenlijk. Hè? Tom? En, Tom? Wat is dit hier nu? Amma. Wat is hier doodgelopen? Is dat, kijk hier op je kart. Is dat de Donau niet? Is dat de Donau? Zitten wij hier al aan de Donau? Ja, maar er is toch maar één zo'n grote rivier dat we moesten kruisen. Ah. O, waarom heb je ons naar hier geleid? Was er hier een brug op de kaart? Nee, dat ben ik niet, hè. Dat is de Columbus. Ja, dat is waar. Is dit de juiste kaart? Ja, kijk, want hier is de Donau. We staan hier, hè. En dat stopt hier. Ah, godverdomme. Maar dat gaat niet over. Ah, god, miljard. Maar... Dus, het is niet zo erg om terug te ruimen, want het is echt heel schoon. Ja, het is te zien hoeveel keer dat ik mijn neus nog in een straat boor, hè. Wat? Met mijn neus in een straat zit. Ja. Ziet nog die bumper. Maar nee, maar... Nee. Hallo. Ja, oké. Okay. Wat hadden we afgesproken? Dat we er gingen over stoppen. Wat gingen we doen? Kijken en? Kijken. En positief zijn. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Tel tot 2. En dan? Wat? Lachen. Ah ja, oké. Okay. Nog eens. Ah nee, je lacht niet. Ja, maar ik kan niet zo lachen. 1, 2. Lachtherapie, hè. Ah ja, dat bestaat echt. Dat bestaat echt. Ja. Gewoon lachen. Hoe is dat lachtherapie? Hoe is dat lachtherapie? Nee, gewoon ademen. Ademen. Oké. Okay. En dan beginnen we een beetje te lachen. Nee, zeg. Nog eens. Ja, die was niet. Ik Oh, ik word er een roze van. Ja, dat is goed, dat is goed. Voel je beter aan? Ik heb mensen aan het denken dat het pijn, dat is goed voor de buikspieren. Wel. Ah ja. Mensen aan het denken dat wij zotten zijn. En dan? Ja, niet erg. Kom, we gaan daar. Op naar Australië. Stats and hard had a 2040 had payments on that staggering. That's murder ballots. I held the woman through the mountain, the ice and the snow, and she told him never ever come back no more. Staggering. Heel dikwijls live gezien. Heb je al veel? Ja. Ja, ik denk dat ik de eerste keer dat ik hem live zag, 15 was of zo, denk ik. Och, In Brielpoort, in Deinzen. Ja, en naar Nick Cave. Ja. Allee, ja. Het is toch niet evident als 15-jarige dat je daar... Nee, maar mijn muziek is bijzonder beïnvloed geweest door mijn oudste broer. Hè. Die was 5 jaar ouder dan ik. En ook mijn teerbeminde vriend. Christophe Lambrecht was ook een wandelende muziekencyclopedie. Ja.
Oh, kun je niet geloven. Gouwe gast. Echt een gouwe gast. Wat dat teweeg heeft gebracht bij Studio Brussel, bij zo'n groot, breed publiek, die ineens allemaal hun vaste stem kwijt waren. Dan betekent zo het mannetje in de radio was dan ineens toch zo belangrijk voor veel mensen. Bijzondere kerel. Wij kennen elkaar van dat we sponsor pyjamakjes droegen. Van die een tijd kennen wij elkaar, hè? Ja. Zij dat samen opgeruid? Ja. Samen op vakantie geweest met de gezinnen. Oh ja. Ja, want mijn ouders zijn ook de boezemvrienden van de ouders van Christophe. Ik heb heel mijn leven, ik kon mij niet inbeelden een leven voor Christophe. Ik kan mij alleen nu een leven na Christophe inbeelden. Hoewel me dat ook niet elke dag lukt. En ik vrees dat dat nog lang zal duren voor leerlijk dat lukt. Ja. Kijk, moeilijk. Moment, ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg, hè. Kan, hè. Maar door de Christophe te verliezen, moet je misschien ook af en toe aanvaarden dat het niet te controleren valt. Dingen gebeuren. Dat is hier de moeite, is, hè? Amai, dat is hier de zondvloed. Dat is echt de zondvloed. Hier rechts, kijk hier. Kijk, kom hier in een Australiër. Hey. Heb je dat gezien? Dat was er niet in. Dat was een krokodil. Dat was de krokodil Dundee. Hert, links. Ja, oh, zie hem aan. Godverdomme, ja, zie hem. Ja, zie hem aan, zie hem aan, zie hem aan. Ah, echt. Hij blijft staan, hij staat. Hij staat staan, kijk hem staan. Hij ziet ons, hij is naar ons aan het kijken. Ja. Hij is naar ons aan het kijken. Oh, machtig. Prachtig, ja. En ja, up, en hij is weg. Nee, ja, hij is weg. Mooi. Die gaan er dan nog wel een aantal zitten. Laat ze maar in door. Ja, maar ja. We zitten hier werkelijk in een blad, eigenlijk. Hè. Is dat? Hier. Oh, Jack. Maar zie hem lopen. Maar mannetjes toch. Tof, hè? Het zijn kangaroes met een korte staart, hè. We zouden zo'n hut moeten vinden waar dat we kunnen gaan zitten en tot ze dan maar komen, hè. Zeg, maar we hebben hier wel een luxe gehad, hè. Moeten wij hier een hut gaan kruimen? Dat is ook een hut, hè. Dat is ook waar, ja. Maar dat is echt top, hè, man. Ik vind dit echt een reuzenplek, hè. Dit is Australië, hè. Dat is Australië. Groot uitgestrekt. Het is om op te warmen, hè. Een warm plein. Op Australië. De kangaroes, dat was gezellig. Ik heb me geweldig geamuseerd. Echt waar. Ik ook, maar ik heb ervan genoten. Ik heb me veel door lachen. Ja. Ik denk dat ik wel een haast zie zitten, Tom. Meen je dat echt? Ja. Maar? Als je dat veld kijkt van achter, zie je dat groene plekken waar dat er wat graan doorkomt. Hè? In de ornithologie. Werkte met uren, hè? Ja. Op hoeveel uur? 12:30. Ja, maar 12:30. Dat kan ik niet. 12:30. Dat is 30 dagen. Dat is 30 dagen. Je bent boe, man. Je bent boe van het rijden. 12:30. 12 uur, 1 uur tussen 12 en 1. Allee, 12 uur, 1 uur tussen 12 en 1. Oké. Dan zeg je goed tussen 12 en 1, maar 12:30. Dan ging ik de dag om naar achter te kijken.